lieve vrienden, een hele goede middag gewenst. Ja. Het is vandaag 29 juli en we leven om 11:55. Ik moet om 1 uur bij fysiotherapie wezen, dus ik moet opschieten. Ik neem jullie wel mee, ook de GoPro, want ik weet niet wat ik na die tijd ga doen. Nee. Het is lekker weer, het is niet zo heet meer. Ja meisje, ja. Even kijken hoeveel graden we in huis hebben. 25 graden. Bij het vliegveld is het 21 graden. Bij de poort is dat het veel heter. Daar is het dus 31 graden. Die meneer die is weer stout geweest boven. Die heeft aan de andere kant van zijn zijflank heeft die weer zitten te bijten. In een onbewaakt ogenblik had ik hem even de kap nog niet om. Ik dacht, het gaat de hele nacht goed. Dus, daar, onderaan. Ja, meneer, die is dus weer knap stout geweest. Dus ja, we gaan nou eerst even een hapje eten. En even koffie maken. En dan gaan we met die banaan. Zo is dat. Ja, ik zou zeggen, groetjes en tot later. En geniet van je dag. Ja, lieve vrienden, kom ik er net achter dat ik mijn GoPro nog niet had geleegd. Dus die heb ik nog gauw geleegd, maar de batterij is ook niet vol. Dus die ligt nou aan de lader en ik neem gewoon enkel deze mee. Ja, niks aan te doen, het is niet anders. Dus komt wel goed en ik moet ook dan nog weer uitpluizen. Van waar behoort het bij, want dat ben ik helemaal vergeten. Ik geloof bij afgelopen donderdag, want ik ben toen geloof ik on tour geweest, maar dat moet ik allemaal weer even uitpluizen. Dus ja, en ik meen dat ik donderdag ook al op YouTube had gezet, dus die moet ik daar weer weghalen en ik moet even luisteren. Ja, ik ben die hit dan allemaal glad vergeten. Mijn excuses ervoor, maar dat komt allemaal wel weer goed. Ze zeggen, tot later en geniet van alles. Ik ben zomaar even aan het rondtoeren. Ik zit nu in een park, bos, weet ik veel. Van Den Helder recht tegenover de Donkere Duinen. Ik ben daar. Ik zie hier een paddenstoel. Ik hoop dat jullie het zo kunnen lezen. Ik zie niet. Ik ga dus richting Callantsoog en Julianendorp kijken wat we daar tegenkomen en dan zo weer naar huis. Dus wie weet, zien we wat leuks, dan komt de camera weer uit mijn tas. Nou zijn we bij een stuk natuur aangekomen. Jullie zien op de achtergrond de duinen. Daar hebben we de vorige keer gereden. Daarachter ligt strand en zee. Maar hier vlak vooraan, dat is allemaal vogeltjes. En wat voor vogeltjes, dat zie ik met mijn blote ogen niet. Maar misschien met inzoomen heb ik dat nou gedaan. Maar ik zie op de achtergrond nog meer. Bij de duinen. Zie ik ook allemaal van die, weet ik veel hoe dat heet. Maar met die hele grote vliegers zijn ze bezig op zee. Ja, ik zie allemaal gekleurde zeilen boven de dijk uitkomen. Althans, boven de duinen. Echt heel mooi gezicht. Ik hoop dat jullie dat ook allemaal kunnen zien. Het is echt hier bijzonder mooi. En ik denk zomaar dat ik hier al een keer met Mary heb gereden. Dat we toen ook on tour waren. En toen had ik mijn GoPro ook aan. En dan ben ik alleen en dan heb je oog voor meer details dan wanneer je met meerdere bent. Want dit was me niet op. Daar zie ik buffels lopen. En ik zie daar nog een zwaan. Ik weet niet of jullie die zien. Echt bijzonder mooi. Thank you.
Het waait hier nogal hard, dus ik ben bang dat jullie me niet eens kunnen verstaan. Ik zie trouwens nog meer zwanen. En ik weet, ja, ik zie ze ook door mijn camera heen. Dat witte dingen, dat zijn zwanen. Dus, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, we rijden verder. En daar hebben we een blauwe reiger. Dat noem ik altijd mijn vriendje. Of mijn vriendinnetje. Eén van de twee, want je weet niet wat het is. En dan komt een hondje aan. Blijf uit beeld, want ik vind die blauwe reiger veel te mooi. Mooi, hè? Hij loopt weg, want hij is ook bang van die hond natuurlijk. Ja, ik vind zoiets mooi. De natuur. Daar hou ik van. Nou, lief vriendje of vriendinnetje, ik zeg vaarwel. Ja, en zoals jullie kunnen zien en kunnen lezen, mag ik hopen, gaan wij rechtsaf. Ja. Ze zeggen Juliana dorp linksaf nog 1 kilometer. Maar dat doen we lekker niet. We gaan de andere kant eens een keer op. En dan onder de duinen lekker weer terug. Ja. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja, we gaan er weer tegenaan. En we zijn nu in de duinen aanbeland. En we kwamen er net daar vandaan. Hebben we ook nog even een weg overgestoken. En daar hebben we weer een paddenstoeltje. Dus we gaan richting Den Helder. Door de duinen heen. Lekker beschut. Heerlijk. Genieten. Hoe een uitzicht ver weg mooi kan zijn. Dan sta ik bovenin. Dit vind ik mooi. Mooi toch? Die sloot met die weg erlangs. Naar het oneindige zou je haast gaan denken. Daar nog een camping. Mooi toch? Ja, vind ik van wel. Nou, we rijden weer verder. Nou, nu heb ik hoogtevrees. En ik sta er niet ver vanaf. Maar daar zijn ze lekker aan het werk. Zoals jullie zien. En een hoop fietsers langs de weg. En ik vind daar een beetje enger met al die auto's om je heen te razen dan hier door de duinen heen. Ja. Lekker net dinky toys. Mooi hè? Ja, hier geniet ik van. Maar ja, we gaan weer verder. Wij komen vanaf die kant op een kruising aan. Fietspad, dus niet brommen of snorren. Vuur, open vlam en roken verboden. En dan een bord van waar je bent. Dan kennen we die kant op, rechtsaf. Dat zal ik maar niet doen. En je kan linksaf. Maar er staat hier een paddenstoel. En er staat op linksaf Huisduinen. 2,9 kan ik doen, want dat is ook vlakbij. Texel 7,2 en dan Donkere Duinen en Den Helder rechtsaf. Ik denk
dat ik via Huis Duinen ga. Is leuk. Ja, dat doen we. Ja, lieve vrienden, ik ben al hele lange geruime tijd thuis. Van ons fysiotherapie en mijn ontoertje. Ja, ik had deze camera meegenomen. Ik heb hier en daar aan het filmen geweest, maar toen belde Karin op. En ja, er was wat aan de hand, et cetera. Dus als ik toen thuis kwam, heb ik weer gebeld en ben in de telefoon geklommen, et cetera. Van alles en nog wat moeten bellen. Dat is allemaal gelukkig goed gekomen. En toen heb ik niet meer gedacht om te melden van, ik ben er weer. Nee. Toen heb ik eerst allemaal filmpjes op mijn computer gezet en ook deze camera leeggehaald. En toen kwam ik erachter, hey, er stond nog meer op dan enkel van vandaag. En ik kom er net achter, oh ja, ik moet nog eventjes melden dat ik thuis ben. Dus bij deze, we zijn weer heel uit thuis gekomen. Ja meisje, je krijgt zo eten, want het is al 18 minuten over 8. Over 6, dus ja, 18 minuten over 18. Ja, klopt helemaal. Hé? Ja nou, ja. Dus we gaan zo meteen een hapje eten. En ik zal nog een vlog in elkaar proberen te gooien. Zodat die naar YouTube kan. Want ik meende dat ik juist eentje van YouTube weer eraf moest halen. Of privé of wat dan ook. Maar gelukkig allemaal niet. Ik kan gewoon doorgaan. Alles is goed gekomen. Mijn GoPro hek nou leeg. Die is ook al opgeladen. Deze is op dit filmpje nou ook leeg. Maar dat gaat er ook nog op. Dan is die voor morgen helemaal leeg weer. En ik wens jullie nu allemaal een hele fijne avond toe. Met Gods zegen zal het vast ook wel lukken, denk ik. Ja, ja. Het is prachtig mooi weer. Ja, ik heb nou gewoon wel alles open, want de hittegolf is verdwenen, ja. Nou, daar hoeven we niet meer over in te zitten. Maar het is wel heerlijk weer. Zonnescherm is nog steeds naar beneden. Die kist zo meteen ook omhoog, wordt het ook wat lichter van in huis. En ja, een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet van alles, met wat jullie doen gaan. Gaan jullie nog wandelen? Gaan jullie nog naar het strand? De zon in de zee zien zakken? Weet ik veel. Geniet van alles, want het leven duurt maar even. Ze zeggen, tot later.